Ja, goedemorgen mensen. Het is vroeg in de ochtend op maandag 8 april. De dag na de historische overwinning van Feyenoord op Ajax. En noem het toevallig, maar Milo kon vandaag niet. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je natuurlijk een Instagram story eruit gooien. Zo van, hey dames en heren, vandaag gaat niet door helaas. Maar twee weken lang kunnen we jullie niet alleen laten. Dus wat dacht ik? Ik bel Milo even op. Kijk eens. Hey, goedemorgen Emiel. Goedemorgen vriend. Hoe gaat het? Ja, best eigenlijk. Ja. Hoezo? Nou, het is weer een nieuwe week, hè. Nieuwe week en dat biedt ook meteen nieuwe kansen. Ja, okay. Nieuwe mogelijkheden. Je sluit vorige week echt een beetje af dus? Ik was vorige week. Dat is weer iets wat echt achter ons ligt. Gisteren was ik in de Kuip. Nou, toen was het ten eerste gewoon heel erg lekker weer. Ik had lekker korte mouwtjes aan. Ik was echt een beetje aan het genieten. Ik was wel vergeten in te smeren. Ja, ik heb ook een hele bruine kop ervan over. Kijk. Ik zie het, ja. Alsof ik even onder de Santé-zaal zit. Als ik bij zo'n feest. Hé, maar Miel. Kijk, ik draai er een beetje omheen, hè. Maar het was niet best, hè. Nou, ik vond jullie best wel goed, moet ik zeggen. Wat gebeurde er nou daar? Joh, ik was al blij dat het na een half uur 0-0 stond. Toen vond ik het al lang best. Ja. Dacht ik, god, het begint eigenlijk wel een beetje, beetje tijd te worden dat we misschien zelf een keer op die helft van Feyenoord gekomen. Maar het eerste half uur hebben we overleefd. Ja. Nou, toen kwam natuurlijk met die hele grote helikopterpiemel. Die kwam weer goed, en die legde hem erin. En toen kwam dat minteetje er op een gegeven moment nog een keer bij. Die was ook altijd, die deed ook alles goed. Wie vind jij de beste? Want je kon denk ik niet kiezen, of wel? Nou, het was iedereen was top hoor. Alle 22. Danny zat er bovenop. Godsamme, anders had je nog 10-0 verloren ook, man. Houd op. Ja, dat is echt zo hoor. Want? Ja, nee, twee panels sowieso. Welke dan vriend? Nou, manswerk met het handje. Die heb ik even niet gezien dan. Nee, maar jij was ook gewoon aan het tennissen toch? Je hebt toch helemaal niet zitten kijken? Ja, maar nou, ik moet je zeggen, het kwam bij mij goed uit. Het kwam bij mij goed uit. Ik had twee tenniswedstrijden. Ja. En die vielen er precies omheen. Dat heb ik daar, terwijl de rest van het team aan het spelen was, heb ik eerlijk in die kantine met het voor het tv'tje gezeten. En kon ik met een schuin oog naar mijn team laten kijken. Lekker. En jij, moest je spelen in Gouda? Nee, ik moest spelen in Woerden. Oké. Dus het was niet echt Feyenoord georiënteerd daar? Nou, het zit een beetje van alles wat, hè. Woerden, dat is een beetje, overal nergens. Jeetje, man. Maar er zaten wel wat Feyenoorders. En die wisten ook allemaal wel, die kenden mij ook wel. En die wisten ook wel dat ik van Ajax was. Ja. Nou, dat heb ik toch al een stuk of zes keer moeten horen. Ja. Die wisten wel wat te vinden. Wat was je verwachting eigenlijk van de wedstrijd? Van tevoren? Want het is toch een wedstrijd op zich, hè? Ja, het is een wedstrijd op zich. En de bal is natuurlijk ook rond. De bal is rond. Dus dit zijn van die dagen dan. Het is niet dat ik nou laag van het vertrouwen van tevoren, dat ik denk, we tikken die gasten helemaal vierkant. Nee. Maar ik had toch alweer zoiets van, nou, dat zag je natuurlijk ook. Zeggen, toen ze nog veel slechter waren dan nu, toen ze echt een beetje zo rond die 18e plek stonden. Ja. Toen ze tegen PSV speelden, uiteindelijk verloren ze wel dik. Maar op een gegeven moment kwamen ze nog vol. Het speelde ze best wel aardig ineens weer uit het niks. Nou, PSV was ook de enige wedstrijd waar ze een beetje oké speelden, toch? Voor de rest zijn ze gewoon echt te slecht. Ja, ik had wel een beetje dat gevoel van tevoren, van nou, we spelen natuurlijk echt als een dikke nul. Maar ja, je weet dat ik had Feyenoord tegen Volendam gezien. Ik denk, nou, die vond ik ook nog niet geweldig. Maar Volendam is op de weg terug, hè? Volendam zit er bovenop, joh. Dus dat is blijkbaar achteraf, kan je ook zeggen, ja, dat allemaal niet zo gek was. Nee. Maar ik had wel van tevoren zoiets van, ja, misschien dat deze wedstrijd toch alweer een opleving komt of zo. Dat ze erin. Ik had toch in je achterhoofd, denk je, het zou altijd zomaar kunnen. Het zou ook zomaar kunnen. En toen kreeg je een deksel hard op je neus. Want jullie begonnen wel sterk, moet ik eerlijk zeggen. Met Roelie die even de bal iets langer vasthield. En dat was heel slim, heel pinter. Hij dacht ook van, hoe kort mogelijke tijd wij echt voetbal spelen op dit veld. Ja, hoe kleiner de kans dat we achterkomen. Dus dat was wel slim gedacht. Je weet, Ajax gaat nooit wel 0-0 winnen, dat weet jij ook wel. Nou, het leek er toch verdomd veel, moet ik zeggen. Nou, het leek erop wat het er even allemaal niet uitkwam. Ze konden niet beter, maar ze probeerden het echt niet hoor. Maar ze probeerden ook te opbouwen en dat ging allemaal niet. En, dat liep even helemaal voor geen meter. Taylor was ook, die was echt aan het huilen bijna. Ja, die stond op janken. Maar ik moet je zeggen... Maar Taylor heeft wel een nieuwe hond, hè? Taylor heeft een nieuwe hond, dus hij heeft denk ik nu gewoon gebroken nachten. Dat denk ik. Dat is allemaal wel verklaarbaar. Dat denk ik wel, ja. Dat nieuws heb ik even gemist, maar als ik had dat geweten dan... Ja, hij heeft een hele kleine puppy van Jaren Anna gekregen, zo klein. Echt?
zo'n handhondje. Zo'n handhondje. Dus die jongen heeft die randje slecht slapen. Ja, dat zie je wel aan hem. Ja. Dat zie je er echt aan af. Wat, wie vond jij nou de beste van Ajax? Daar zou ik even goed over na moeten denken. Ik vond, even denken, echt helemaal niemand goed. Wat is er gebeurd met Haat dan? Want dat was echt de verlosser. Of Kaplan, ja. De tijger. Raar! Kaplan blijft natuurlijk een tijger. Dat valt niet door één wedstrijd. Nee, dat begrijp ik. Hé, hey, joh. Iedereen was een blauwtje. Ja, wat moet ik er nou van zeggen? En wat nu? Wie moet er iemand eruit? Wat gaan we doen? Wie gaan we vandaag ontslaan? Nee, we gaan niemand ontslaan. Er gaat niemand uit. Maar het wordt dus hoog tijd dat Graham Potter het uitje nodig heeft. Ja, want hoe is die nou opeens opgepopt? Ja, dat vraag ik me ook af. Dat is ook natuurlijk echt een vreselijk slechte trainer. Ja, want jij kent hem natuurlijk van zijn tijd bij Chelsea. Zeker. Wat voor coach kunnen de Ajax supporters rekening mee houden? Nou, die kan er echt helemaal gekloten van. Die kan er echt helemaal geen kut van. Als die het echt wordt, dat zou echt vreselijk zijn, man. Dus, maar heb ik oprecht nog liever Frank de Boer. Maar is het ook een type Frank de Boer? Of is het... Is het saai voetbal? Is het 5-3-2? Het is een totaal uitstralingsloze, saai lul. Met geen tactisch vermogen. Die zijn ploeg alleen maar op één manier laten voetballen. En dat is op een gegeven moment super voorspelbaar. Ja. Het is echt de trainer van niks, man. Maar wel een grote naam. Ja, dat is een grote naam. En ik heb ook niet, de illusie dat Tuchel nou ineens zegt van nou ja, doe mij dat Ajax maar. Nee, dat lijkt me toch logisch dat je die illusie die hebt, Milo. Nee, maar die naam hoor je toch voorbij komen? Ja, doe even. Ja, je had nog een feestje vrijdag? Ja, een klein feestje, ja. Ik probeerde je nog even te bellen om 5 uur 's nachts, maar dat lukte niet. Toen lag ik al even te pitten. Dus je hebt een goede nachtrust gehad? Ja, ging wel. Maar hoe was het jullie dan? Want jullie waren eigenlijk met de hele groep, alleen ik was er niet bij. Ja, dat... Maar ik heb heel weinig foto's en filmpjes gezien. Ook heel weinig leuke verhalen gehoord achteraf. Nee, dat komt dus gewoon echt... een beetje over alsof het gewoon een hele saaie kutavond was. Nee, het was echt juist heel erg gezellig, man. Even een telefoonloze avond. En, even mono. Ja, even mono. We zijn even mono de club geweest. En het was heel goed. Ik heb ook lekker met Matt kunnen slapen. We hebben lekker samen in bed gelegen. Ja, met Matt in bed deden, dat is nooit een straf. Nee, dat is nooit een straf. En ja, ik moet wel eerlijk zeggen... Ik probeerde naar Koen te rijden, maar die weg lag natuurlijk weer open. Dus ik heb 3 keer over de Dam moeten rijden om überhaupt bij zijn huis aan te komen. Ja, echt een verschrikking is het. Dus toen was ik al helemaal klaar met Amsterdam. Nou, dan gaan er toch nog een paar bakootjes in. En een paar bokken Red Bulltjes. En dan kan je op zich wel weer de dag voortzetten. Ja, en dan toch komt toch weer dat emotionele moment. Dat je doorgaat als jij er niet bij bent. Je komt bij de Febo aan, je haalt de 3 grillburgers eruit en je denkt gewoon, waar is mijn maatje? Het is gewoon lastig. Godverdomme, oh, daar ben je weer. Maar liep je helemaal vast even. Ik zat net in een emotioneel moment, man. Ja, ik ben ook sprakeloos. Ja. Maar ja, voor de rest was het wel goed. Misschien zoals je wel weet, parkeren in Amsterdam wel duur. Ik was 101 euro kwijt. Dat is een van de weinige foto's die ik nog wel heb gezien van die avond. Ik kon er kostelijk om lachen. Ja, leuk. Maar weet je wat ik er mooi aan vind? Nou. Kijk, dit is natuurlijk een woekerprijs. Ja. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ja. Aan de andere kant, weet ik ook, dat jij geld zat hebt. Ja. Dat jij die 100 euro waarschijnlijk aan echt iets heel debiels had uitgegeven anders. Nou. Je hebt helemaal een gek kussentje gekocht op die bank daar. Wel dat wel grappig. Dat kan die 100, je kan die 100 euro best missen. Ja, dat is ook. Dat is toch goed dat de gemeente Amsterdam die kan daarvoor dus wat onderhoud maar kon voor de deur doen. Dat is echt ongelooflijk. Ja, en misschien dat er vanuit Ajax ook een soort constructie gezocht geworden dat ze net als PSV al geld van de gemeente krijgen en zo. Uiteindelijk komen die 100 euro echt wel goed terecht. En zaterdag? Heb jij zaterdag een goede dag gehad? Zaterdag? Ja, of heb je toen gewoon even met een beentje omhoog even niks gedaan? Nee, zaterdag heb ik heel veel aan mijn penis gezeten. Echt? Ja, heel veel aan mijn lul gezeten. Je was brak en geil. Ik was hondsgeil. Ja, hondsgeil was ik zaterdag eigenlijk. Ja. Gek hoe dat werkt. Weet je wat ik namelijk vrijdagavond had? Nee. Vrijdagavond heb ik bijna alleen maar bier gedronken. Nee, hoe kan dat dan opeens? Dat doe ik echt nooit. Ja, ik was natuurlijk op zo'n feest bij mensen thuis. Er was natuurlijk helemaal niks te zuipen. Nee. Ja. Ik zei van nou, doe mij maar een Moskou Mule of zo. Dat ze dat dan even voor me hadden. Nee. Nee, we waren gewoon bij mensen thuis en er waren gewoon 4.000, 5.000 kratten gehaald.
ja, ik denk, oké, okay, nou, doe maar mijn biertje dan, of 10 of 20. Ja. En dan heb ik dus, ik was echt helemaal aan het bier, nou, dat doe ik echt nooit. Nee. En daar word je toch heel anders dronken en ook heel, dus ook weer heel anders wakker van de volgende ochtend. En hoe dan? Nou, veel minder rozig. Dat toch echt die pure wodka nog ergens in je systeem zit. Je wordt een beetje wakker, je denkt zo, ik ben wel stevig ontbeten. Maar je hebt dan nog niks op, maar dat is dat bier nog wat op je maag ligt. En dan kijk ik naar beneden. En dan denk ik, jezus. Naar je pik? Wat heb ik eigenlijk een lekkere lul? Laat ik hem maar eens even aan gaan voelen. En dan begin je een beetje zo te kneden en denk je, oh, dat vond ik wel lekker. Maar dat heb ik normaal. Heb ik dat ook wel af en toe, maar wel veel minder. Veel minder. Ja, want ik had dit toevallig ook zaterdag. Ik was echt zo brak als een geile aap. Ja, als een geile aap, ja, dat had ik ook. Ja, ja. Toevallig. Maar ik had helemaal geen bier op. Geen bier, maar jou is echt gewoon een natuurlijk proces. Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Lekker man. En hoe ervaar je die. Een beetje het lenteweer? Want ik weet, jij hebt in de winter, heb jij... Ik vind dat heerlijk. Maar jij hebt wel in de winter tegen mij gezegd, joh, ik ben niet vatbaar voor het weer. Dus in de winter... Oh nee, maar ik herinner het. Oh nee, zeker niet. Nee, maar je voelt je toch wel lekker, toch? Nee, je kan toch niet klein te krijgen zijn door het koude weer, maar wel echt floreren bij het lekkere weer. Oh zo. Dus dat, in de winter ben jij gewoon normaal? Dan ben ik normaal. En in de lente dan bloei jij open als een soort bloempje gewoon. Ja, als een lelie. Als een lelie. Het is een klaproos. Wat fijn, man. Nee. Heb je ook een korte broek aan, Miel? Nou, met uiteraard. Ik was ook op tennisbaan. Dan had ik een heel strak lekkosjes broekje aan. En vandaag? Die zijn trouwens ook niet goedkoper. En vandaag? Vandaag heb ik een lange broek aan. Oké. Okay. Een lange broek. Maar dat gaat niet lang meer duren, denk ik, toch? Oh, nee, maar ik heb ook een schaar bij me. dan zien we hoe de dag loopt. Wat heerlijk, man. Wat heerlijk. En jij dan? Heb je vandaag nog een beetje bijzondere dingen op de planning? Nou, ik heb morgen weer een hele, hele geweldige one-hour challenge. Dus daar ga ik mezelf even voorbereiden. Oké. Okay. En ik ga donderdag naar Engeland toe voor een video op mijn kanaal, man. Oh ja, jij wordt echt internationaal in je content. En nou gaan we doorpakken. Nu is die fase dat je echt boven jezelf uit gaat stijgen. Zeker. Internationale content. Zeker. En wat ga je dan daar doen? Of wil je dat nog niet spoilen? Nee, dat wil ik nog even niet spoilen. Maar dat is wel heel erg leuk. Ga je bijvoorbeeld met Ed Sheeran of zo samen collab doen? Nou ja. Maar hoezo zeg je dat nou weer hardop? Je kan het toch gewoon raden via de app? Ik weet het toch niet? Ja, maar dit is gewoon kut. Nee, dan moet jij maar iets beter acteren. Ja. En zeggen, nee, dat al helemaal niet, moet je dan zeggen. Oké. Okay. Nee, dat zou ik nooit doen. Oké, misschien kan je nu nog een keer zeggen, dan ik zeg, nee, dat sowieso niet. Oké. Okay. Maar misschien ga je dan, wat was mijn tekst ook alweer? Oh ja. Ga je dan met Ed Sheeran opnemen? Nee, dat sowieso niet. Dat sowieso niet. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is toch een nuttige vraag dan. Dan weet je dat in ieder geval niet is. Zeker. Goed dat je het stelt. Oké, okay. Tof. Lekker man. Even naar het buitenland. Nou, ik moet wel zeggen, ik ben na Paaspop, dat was vorige week, ben ik al gewoon de hele tijd gewoon een beetje ziekig, man. Ziek? Beetje ziekig. Ja, dan helpt het ook niet mee dat je naar de discotheek gaat en 35 bakels op gaat drinken. Misschien moet je dan niet elk weekend op vrijdagavond jezelf helemaal naar de tyfus zuipen. En natuurlijk sta je daar op zondag sta je natuurlijk weer met 5 sleutelpunten in je neus. Tussen al die tokjes op die kaart. Nee, dat kan niet meer, want ik heb nu met mijn auto keyless auto. Oh, je hebt een sleuteloze auto. Ik heb sleuteloze auto's, dat kan niet meer. Oké. Okay. Kijk, en nee, ik had deze ook nog voor je. Voor bij de krantjes. Hé, hey, het hand-in-hand magazine. Het hand-in-hand magazine. Nou, dat lijkt me wel wat. Kijk even. Dat interview van jou, die heb ik gezien, die stond op pagina 650. Stapel gek of fijner. Moet je eerst even een aardig stukje doen voor bladeren. Maar mijn hand, ik heb kramp in mijn klauwen. Ben je nou klaar? Je komt er wel in met je naam. Stond ik er ook in? Vanochtend heb ik de krantjes. Een wekelijkse YouTube-serie met mede-YouTuber Milo ter Regen, waarin ze het weekend en de maandag kranten doornemen, opgenomen. En morgen zit ik weer in de studio. En dat is wel lekker, dat je elke dag wat anders hebt. Nou, hier. Zo is het maar net. Ah, maar dat vind ik tof. Bedankt voor de shout-out, vriend. Snap je? Is ook weer een hele andere doelgroep. Die kan ik goed gebruiken. Ja, is een andere doelgroep weer. Zeker. Heb jij leuke dingen deze week? Ja, ik vertrek morgen naar Bali, vriend. Oh, je gaat morgen al? Ik ga morgen. Geef me 1K en ik tover... Nou, goed. Heel leuk, man. Je gaat even 3 weken? 3 weken? Ben je gek, man? Ik ga 8 dagen en dan vind ik wel weer best. Oh, oké. Okay. Heb ik alweer genoeg apen gehaaid. Maar daar heb je wel zin in. Ja, onwijs veel. Ik ben van plan om in oktober te gaan, man.
jullie. Ja. Je moet wel oppassen voor je buik, hè? Niet tanden poetsen onder de kraan, et cetera. Nee. En ik heb ook voor mezelf besloten dat ik even een beetje geen sla eet. Geen sla. Want dat was dus altijd met het water daar. Dat wordt natuurlijk altijd afgewassen. Maar dat doe je toch zelf op vakantie? Sla eten? Oh, wel. Nou, ja. Ja, op een burger. Op een burger. Ja. Heb ik even niet zo concreet of ik dat nou af en toe wel of niet doe. Maar ik doe het nu deze week doe ik het in ieder geval niet. Dat weet ik wel. Heel goed. Geen risico nemen. Ik wil je ontzettend veel plezier wensen daar. Dankjewel vriend. Dat gaan we goed komen. Kan jij nog, misschien alle Ajaxiden die kijken, nog even een hart onder de riem steken? Ja, beste Ajaxiden. Beet, volgend jaar Graham Potter. Interesting breaking news, and it's about the former Chelsea and Brighton boss Graham Potter, because he's turned down the chance to become the next Ajax head coach. Ik denk dat een paar van die tactische goed geplaatste aankopen deze zomer. Die, ja, joh, die kopen nog maar weer 5. Het is ook ongelooflijk met jullie. Het gaat even niet goed. Er moeten er weer 5 mensen gekocht worden. Dan moet Ziyech weer terugkomen. Op een gegeven moment moet je het ook gewoon maar doen met 150 mil, hoor. Ja. Bergwijn is gehaald voor 30 miljoen. 30! Ja, nee, ik weet het wel. Je hebt er wel eens missers tussen zitten. Missertjes, natuurlijk. Ja. Maar ja, je hebt ook wel eens goeie. Alleen nu even niet. Nou, en daar houden we ons maar van. Beste Ajaxiden. Hou elkaar een beetje stevig vast in deze tijd. Zoek elkaar op, vind elkaar, geef elkaar steun. Geef elkaar een warm hart. Want we hebben het even nodig. En een felicitaties nog. Felicitaties aan wie? Ben je jarig? Aan Rotterdam-Zuid? Nee. Ah, nee, maar ik vind als je groot kan winnen, kan je ook groot verliezen. Maar waarom moet ik jullie feliciteren? Nou, omdat we 6-0 hebben gewonnen. Oh, je wil een felicitatie voor een enkele wedstrijd? Nou, ja. Voor dus wat anders? Nou, je kan ons ook feliciteren voor ons mooiste stadion of... Kijk, een club als Ajax... Champions League plek. Een club als Ajax denkt niet in individuele wedstrijd. Ik zou nooit in een seizoen dat wij tweede worden, zou ik een felicitatie hoeven voor een enkele overwinning. Dat hoef ik gewoon niet. Als wij tweede worden, is het een mislukt seizoen. Oké. Zo simpel is het. Dus doe mij dan maar geen felicitaties. Maar prima, als jullie felicitaties willen, zou ik bij deze gefeliciteerd, jongens, met deze overwinning. En ook nog iets voor Minte. Ja, ja, maar die jongen die kan toch geen Nederlands. Maar wel Engels. Dus jij kan ook Engels? Kom. Jan Kuba, what an amazing match this was for you. You were the man of the match, for me, personally. So, I would like to congratulate you. Hij was... With all love to Gambia. Goed. Hij was lopend naar het stadion, hè? Ja. Echt? Zijn ketting was eraf van zijn fiets. Ja. Dat is echt. Zijn fietsverketting was eraf. Ja. Nou, Milo, ik ga je met rust laten. Ik ben er. Kijk eens waar ik ben. Kijk. Oh, dit is de pont. Dit is het pontje. Leuk, man. Ja, dan ga ik je snel met rust laten. Heel veel plezier. Dankjewel, vriend. Heel erg fijn dat ik je toch even kon spreken. We zien en spreken elkander. Ja, volgende week zijn we er ook niet, want dan ben je lekker in Bali te vertoeven. Ga daar lekker van genieten. Dan ben ik net gebeten door een aap. En dan overlijd ik de plekken. En stuur soms even een Snapchatje, dat vind ik leuk. Ja, dat gaan we doen. En dan zonder zwembroekje. Naakt. Ja. Dus. Ja. Oké. Is goed. Oké, lieve vriend. Oké, vriend. Doei. Later. Hoi. Dames en heren, het is even een andere krantje dan normaal, maar we hebben toch even gesproken. Volgende week zijn we dus niet, want Milo is lekker op Bali. En daar moet hij lekker van genieten. We zien jullie volgende week weer. Woehoe.